my god, als je het over een freaking grote spin hebt. Holy shit, deze is echt groot. Hallo al, superleuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal Mitty. Ja, je zult vast wel denken, Mitty, waarom heb je in één keer zo'n groot pakket? Ja, eigenlijk heel simpel. Hier zit in wat ik binnenkort ga doen met Halloween. Dus dan weet ik dat alvast. Het heeft te maken met Halloween. Maar wat het precies is, dat ga ik jullie in deze vlog lekker niet zeggen. Want dat komt binnenkort in een hele speciale video, kan ik je wel zeggen. En de reden waarom ik het nu nog niet mag zeggen, is eigenlijk heel simpel. Ja, anders dan verraadt het wat we willen gaan doen. Dus ik wil de spanning van deze video echt extreem inhouden. Want er gaat iets gebeuren hiermee. Dat wordt echt super bizar, denk ik wel. Ik ben al nooit zo ver gegaan met Halloween, dus ik denk dat dit wel echt bizar wordt. Dus ik ga hem even openmaken en dan zie ik u zelf weer. En jullie gaan niks zien helaas. Wat ik jullie wel eventjes kan laten zien, is dat ik een computer heb aangesloten. Omdat ik ging proberen of ik misschien Windows 11 erop zou kunnen krijgen. Maar dat gaat helaas niet lukken, ben ik bang. Potverdikkie. Dus helaas, aan deze computer heb ik nog steeds niks. Ik kan hem even aangesloten om te kijken of ik misschien Windows 11 erop kan zetten. Want dan kan ik ook gewoon 64 bit erop zetten. Maar ik had trouwens nog een fout gemaakt. Ik had van de week even lekker wat eten gehaald. Want ik denk, hè, lekker straks eten. Ik denk, nou, top. Blijkt dit in één keer lekker en vegetarisch te zijn. Dus ik heb gewoon per ongeluk vegetarische schnitzel gehaald. Dan hoop ik niet dat er een of ander raar insect of iets in zit. Want dan word ik gewoon echt misselijk. Maar ja, weet je, het is altijd goed om een keer te proberen. En ik zei al, ik heb ook een keer aan mezelf gezegd van, of tegen mezelf gezegd van, als er ooit eens een keer vegetarisch is, dan wil ik het wel een keer proberen. Niet om het nou in één keer helemaal over te gaan van, jongens, ik word vegetarisch, ik ga niets, nooit meer vlees eten. Absoluut niet, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon vlees eten. Ik ga het gewoon proberen en als het wel lekker is, dan doe ik het gewoon bij. En als het niet lekker is, dan stop ik er gewoon mee. Maar ik word niet vegetarisch, dat in ieder geval niet. Overigens ben ik wel voor een betere dierenbewustzijn. Als je bijvoorbeeld afgelopen tijd in de slachthuizen hebt gezien. Ja, daar ben ik natuurlijk niet mee eens. Dat moet voor mij zo gauw mogelijk stoppen, want dat is gewoon, dat kan niet, dat hoort niet. Nou, ik heb inmiddels mijn stukjes vlees klaar. Althans, mijn vegetarische vlees. En ik ben heel benieuwd hoe het proeft. Ja, meen. Heel anders. Dat wel. Voor nu is het niet wel goed, maar nee, ik zou het zeker niet voor altijd aanraden. Oké, dat allemaal eventjes lekker terzijde. Ik moet op dit moment eventjes wat gaan doen. En het eerste wat ik heb gedaan is eventjes mijn was in de wasmachine. Of nou ja, mijn schoenen, want mijn schoenen waren echt helemaal onder de modder. Het is een beetje slecht weer nogmaals, dus... Maar wat we nu gaan doen is eventjes iets wat ik eigenlijk al heel lang niet meer heb gedaan. Dat is namelijk mijn schuur opruimen. Ja, het zijn niet de leukste dingen. Maar ja, weet je, ik ontkom er ook gewoon niet heel tijd aan. Ik moet het ook gewoon een keer doen, dus laten we eens even naar de schuur gaan. Hey, hallo. Ja, daar ben ik dan in de schuur. En wat ik nou eigenlijk bedoelde is, kijk, dit allemaal. Oh mijn god, zie je dit? Dit is echt helemaal onder de rotzooi, dat kan echt niet. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld allemaal magneten, nou, kerstspullen. Het staat zo niet gesorteerd, het is allemaal gewoon zo in de schuur gedonderd. Dus daar moeten we echt wel even iets mee gaan doen. Niet dat ik het leuk vind, maar goed. Maar kijk, dit is allemaal van hamerplas bijvoorbeeld. Dat hebben we nu allemaal niet nodig. En, oh, allemaal spullentroep. Nou, er zijn nog wat oude lampen van vroeger die ik niet meer gebruik. Maar die kan ik bijvoorbeeld aan Lisbeth geven als ze niet kapot zijn dan. Jeetje. Besef me pas nu pas hoeveel spul ik eigenlijk heb. Maar dat is niet alleen hier, maar dat is ook binnen. Ook bij mijn thuis. Dat is ook niet normaal. Ik denk serieus dat iedereen als hij zijn kamers opruimt, dan besef je niet hoeveel spullen je eigenlijk hebt. Ik ga het even opruimen en dan laat ik je zo zien hoe het geworden is. Oké, ik denk dat het algemeen wel bekend is dat ik bang ben voor spinnen. Maar jeetje, ik wil even mijn kabel even op dat ding zetten en ik zie het dan. Oh mijn god. Hij is zo groot. Op camera ziet het er zo klein uit, maar oh my god, de beestje is zo groot en zo naar. Het is een spin, dames en heren, zie je dat? Ik ben dus nog niet klaar, maar ik schot me dood, joh. Ik was even die kanaal even op de plank hier aan het zetten. En ik een dik spin, jongen. Dat is gewoon rillingen. Maar ik ben nog niet klaar. Oh my god, als je het over een freaking grote spin hebt. Holy shit, deze is echt groot. Ik ga dit gauw afmaken, ik ben nog steeds niet klaar, maar ik ga het gauw afmaken, want ik wil hier niet meer zijn. Zo, nu is hij al klaar. Zie je dat? Dan heb ik hier wat mooie ruimte voor mijn fiets. Ja, nu is wel veel beter. Dat was een lekkere. Ook weer klaar. Kan ik dat ook weer even afstrippen van mijn bucketlist. Oftewel, mijn schuur is weer opgeruimd. Nou, heb ik hier nog een lamp. En die lamp die ga ik denk ik naar Lisbeth doen. Vind ze wel leuk. Al een beetje oude spullen die ik allemaal had vroeger, die heb ik allemaal schuur bewaard. En sommige gebruik ik niet meer. Nou, dan kan ik ze beter gewoon lekker bij Lisbeth in gooien. En dan moet ik alleen straks nog even sporten. Heb ik er veel zin in? Nee. Gaan we dat doen? Ja. Ja, we hebben geen keuze. Ik moet gewoon... Ik zat eventjes te denken en ik hoor in één keer geluid. En ik denk, hè? Wat is dat dan voor geluid? Ze zijn een paar dagen geleden hier wel bezig geweest om de riolering goed te dingen voor het water. Maar
Toen keek ik in een keer naar Elmo's voerbakje. Ja, Elmo's voerbakje moet even schoongemaakt worden, dus dat gaan we even doen. Zo, nou, ook weer lekker gefixt. Kan Elmo weer lekker vers water drinken, hè Ellie? Ja. Oké, het is inmiddels tijd geworden om lekker te gaan sporten. Althans, haal dat lekker er maar af. Het is tijd om te sporten. Nou, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Want zo kunnen we natuurlijk niet sporten, hè? Dus dan gaan we. 3, 2, 1. Zo. Hoppatee. Nou. Ik kan er tegenaan, denk ik. Hoop ik. Ik heb weer lekker mijn sportoutfitje aan. Dus laten we maar eens eventjes gaan knallen. Hoe dan ook. We gaan even lekker sporten. Ik denk dat ik jullie nog even meeneem. Dus ja, laten we beginnen. Ik ben weer thuis en ik heb weer even lekker gesport. Ik ben niet echt moe, maar ik ben ook niet echt energief op dit moment. Oftewel, oh, ik heb het wel weer even gezien. Sporten was super lekker, gewoon even weer lekker die energievibes eruit. Gewoon heerlijk. Oh. En wat ik nu eventjes ga doen is even lekker douchen. Daar ben ik wel even echt heerlijk aan toe. Dus dames en heren, bij deze bedankt jullie ook weer voor het kijken. Hoop ik dat jullie allemaal een beetje genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, hier ben je zo niet had gedaan. Check jullie bij de volgende vlog. Ja. Volgens mij is dat alweer woensdag om 5 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag, peace! Oh ja, mijn score van mijn sporten was trouwens wel goed. Dat zie je hier zo. Lekker bezig. En ik zag nog een super mooie lucht toen ik naar de sportschool fietste. Nou, ja, precies. Echt super lucht. Nou, nu echt, tot woensdag. Peace!